Een hele grote verdieping in ervaring en in gewoon een verdieping van het leven eigenlijk. Dat klinkt heel groot, maar wel een verdieping. Die ben je kort gehouden. Een bepaalde hulpverleningskant in wil gaan. Dan zou ik inderdaad het toch zo aan. Maar ja, dat gebeurt nog een stuk. Je leven opschoont. Opschoont. Daarom zou ik moeten zeggen, uiteindelijk ga je veel meer in je eigen kracht staan. Je moet dan steken, sterker en zeker dan. Zoals ik het ervaren. Dus daarom zou ik het aanraden aan. Ik denk dat het is natuurlijk heel goed voor je eigen proces. Daar kijk jij niet omheen. Dat is wel echt geweldig wat het met je doet. Echt geweldig. Dat is heerlijk gewoon. Dat je steeds meer in jezelf bent. Dat je steeds meer gewoon oké bent om jezelf te zijn. Dat is heerlijk. Ik zou aanraden aan mensen die heel duidelijk het gevoel hebben dat ze meer in zich hebben dan ze eruit kunnen halen. Om dat eerst te zich te realiseren. En het tweede is, als ze dus dat dan doen, dat ze ook eerst gaan merken van hé, als ik het zelf kan, dan kan ik misschien ook anderen erbij helpen. Dat is de eerste. Ja. Aanraden aan mensen die gaan zijn met hun medemens, die echt professioneel hulpverlener zijn of het graag willen worden. Ik zou niemand afraden, ik zou alleen mensen adviseren die nog heel erg met zichzelf in de knoop zitten om nog even te wachten en een aantal dingen eerst zelf te doen. Maar afraden nog niet. Ja, ik neem aan dat als je opleiding gaat volgen, dat je therapeut wil worden. En ik vind niet iedereen zo geschikt voor therapeut. Eigenlijk om de opleiding af te raden. Oh, doe Hans. Hans! Nee, Hans. Ja, voor de mensen die er nog niet klaar voor zijn, klaar voor het eigen proces, dan zou ik het afraden. Maar anders, doen we niet. Om de opleiding te gaan volgen, ja? Ik denk dat dat gewoon meer een kwestie is van spreekt het de persoon aan. Ja. Dus, bedoel, het is niet een kwestie, ik zal niet afraden, dat is gewoon werk van iemand die heeft het. Dan zal ik er niet over beginnen. Mensen die denken van, dan heb ik een bordje op de deur en dan stroomt de patiënten of cliënten toe. Iets over te zeggen? Nou, ik vind het een schitterende opleiding. Die is, zoals Hans gezegd, ze is wezenlijk. Ja. En daar wil ik het bij halen. Nou ja, top. Eigenlijk, de opleiding is top.